Lucas, als koploper de windstop, of echt windstop mogen noemen, weet ik niet. Maar laten we het daar voor nu op houden. De windstop in, dat is wel lekker, hè? Ja, dat is wel lekker. Ik denk dat we een goede wedstrijd spelen, heel volwassen. Ze spelen redelijk laag, dus moeilijk om echt met onze spitsen erdoor te komen. En dan op stilstaande fase kunnen we het verschil maken, gelukkig. Ja, ik had het ook even met je trainer over. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel thuisoverwinningen geweest, de een beter dan de ander. Ik denk dat er heel veel waren waar het gevoel achteraf wel was van dat had misschien toch wel beter gekund. Was vandaag misschien echt de eerste die echt foutloos was, 90 minuten lang? Vooral defensief denk ik foutloos. Ik denk dat we offensief nog veel meer kansen konden creëren, maar het was niet nodig. Dus dan hebben we op spaarstand die tweede helft afgewerkt. Waarom was dat niet nodig vandaag? Ja, als je 3-0 voor, als je 3-0 voor staat, dan moet je ook geen risico nemen. Die nul is ook belangrijk en ik denk dat het wel een goed gevoel geeft voor de verdediging ook eens een keer. Ja, je had wel weer een aardig aandeel daarin, hè? Ik zei deze week al tegen Rick, ik ga dit weekend de hat-trick maken. voor de wedstrijd zei ik nog eens, het was bijna zo gelukt, maar jammer, bleef bij twee hangen. Is het nou echt iets, zeg maar, John gaf ook de complimenten aan Brian weer met de standaard situaties. Is dat de basis of is het ook gewoon dat jij eindelijk optimaal gebruikt wordt met je kop, je kopkracht? Nou ja, ik denk dat het begint bij Brian. Die analyseert de tegenstander en die zegt, jongens, daar liggen de ruimtes, zo gaan we het doen. En jullie moeten het zo uitvoeren. En dan... Maar ben jij dan de man die gezocht wordt, laat ik het zo zeggen? Nee, niet per se. Er wordt een beetje naar gekeken. Maar het is verrassender als het elke keer iemand anders is. Maar het valt goed uit dat ik het elke keer ben. Ja. Ben jij er dan ook echt beter in geworden of hebben de vorige trainers zitten slapen omdat ze jou niet deze rol hebben gegeven? Ik zal zeggen in de KKD is ook iets makkelijker om een goal te maken uit de stilstaande fase. Maar ik denk dat ik daar wel gewoon bewust in ben geworden van dat er wel echt mogelijkheden zijn. En dat ik misschien wat met meer vertrouwen zelf erin klap. Ja, nou die tweede helft krijgen we die penalty nog mee. Zag ik nou goed dat ik jou om die bal zag vragen? Nee. Dat nee. Was gekkigheid? Nee, daar denk ik zelfs niet over na. Ik denk Emiel heeft een goede traptechniek. Maar zelfs niet om de hat-trick te maken? Nee, zelfs niet. Ik denk goed maakt van Roda misschien. Ja, goed maakt van Roda misschien. Maar ik denk dat als je mij als speler en persoon kent, denk ik dat dat mij niet zo boeit. Ik speel voor het team. Het is gelukkig dat ik twee goals zo kan helpen. Maar voor mij, mijn eergevoel hoeft die hat-trick niet. Ja. Laten we dit moment ook even gebruiken om terug te blikken op dit eerste gedeelte van de competitie dan. Hoe zou je die samenvatten? Met ups en downs, maar over het algemeen gewoon goed. Ik denk als je bovenaan staat, dan heb je het goed gedaan. Ja. En moeten we verder doen. Waar zit de grootste winst nog? Ik denk de grootste winst, wedstrijden rustig uitspelen aan de bal. Ik denk dat we dat deze week, vorige week wel wat stappen in hebben gezet. Dat we iets rustiger zijn van achteruit. En ik hoop dat we dat misschien nog kunnen doortrekken. Maar dat we tegenstanders ook echt moe kunnen spelen. We zijn misschien fysiek en aan de bal wel sowieso bij de betere teams. Maar als we ze echt moe kunnen spelen, dan gaan we nog iets makkelijker wedstrijden winnen. Ja, en Lucas Schoof niet meer op de bank? Hopelijk niet. Nee. Dat is aan de trainers. Hoe ziet jouw komende periode eruit? We moeten lekker weggeven of? Nog trainen tot woensdag en dan hebben we 5 dagen en dan ga ik wel ergens. Ga je voetbal kijken of niet? Of even helemaal niks? Het WK, maar ik denk als ik even weg ga, dan gaat er geen voetbal op tv komen. Nee. Veel plezier ermee. Dankjewel.